Jullie kennen me waarschijnlijk niet, maar soort van eigenlijk ook wel. Het kan zijn dat je me op straat een keer bent tegengekomen, want ik heb een sticker gemaakt. Ja, deze foto van Doreen, toen ze 13 jaar oud was, is op allerlei plekken terug te vinden. Op borden, bruggen en prullenbakken. Het is mijn schoolfoto. Ik zat in de tweede, geloof ik. Ja, ik had net een blokjesbeugel, dus ik wilde niet lachen. Vandaar dat ik een beetje soort van chagrijnig kijk. Jaren later kwam Doreen haar schoolfoto weer tegen. Ze liet hem aan collega's zien en die vonden de foto zo leuk dat ze er stickers van lieten maken. En niet een paar, maar duizenden. Het begon een beetje als een grap. Ik heb er voor de gein een paar gemaakt met wat vrienden en die heb ik uitgedeeld. Die is zo overal terechtgekomen eigenlijk. Doreens foto wordt nu op heel wat plekken gespot. Wat dacht je van hier in Tokio? Of bij de Zwitsers? In Spanje en in Palestijns gebied. Ja, en ook hier hebben we hem gezien, hè? Ja, zeker. Ja, hier hebben we hem gespot. Daar. En hoe is het om jezelf dan op die prullenbak daar in één keer te zien? Ja, dat is hilarisch. Volgens Doreen maken mensen zich soms zorgen over de sticker. Dat ze denken van, er is iemand vermist of ze wordt gepest. Maar niks aan de hand dus. De stickers zijn er vooral voor de grap. Voor de lol eigenlijk. Gewoon voor mensen een leuk moment te bezorgen. Doreen blijft zelf ook haar stickers verspreiden en hoopt vooral nog op één ding. Snoop Dogg in de Ziggo Dome mijn sticker omhoog houden. En dan zou die heel groot op het scherm ergens staan. Dan ga ik met pensioen.